Goedemorgen allemaal. Vandaag is de dag nadat we de rijbak hebben gemaakt. En het is lekker vroeg. Nou ja, vroeg. 9 uur. Dus Moos ligt ook nog lekker in het weiland. Helemaal achterin, dat kleine hoopje. Oh. Ik ben er nog niet zo goed in. Dat zie je al wel. Maar goed. Nee, maar... Dus vandaag gaan we echt een beetje laten zien van hoe we het hebben gedaan. En vooral wat we hebben gebruikt om de bodem van de bak te maken. Dus ik ga jullie vandaag lekker meenemen daarin. En laat vooral weten hoe je het vond. Want dit is ook voor ons de allereerste keer. Dit wordt de eerste officiële vlog. Dus ik ben heel erg benieuwd. Laat maar gewoon weten in de reacties. Nou, nu is het dus nog weiland. En zometeen gaan we hier een hele mooie rijbak creëren. Dus, ben benieuwd. Heel erg benieuwd. Voelbakken zijn vanaf hier zijn ze ineens de hele andere kant op gegaan. Dus, zullen we zien. En Moos ligt lekker achterin in het weiland te slapen. Dus. Nou, dit wordt dus de rijbak uiteindelijk. We hebben nu net uitgemeten. Paardjes staan er. Nou, in het eerstvolgende filmpje gaan jullie dus dit ding zien. Dit ding is een cultivator. Deze zorgt ervoor dat hij eigenlijk het grond, zeg maar, helemaal losmaakt. Dat ding gaat ongeveer voor 20 centimeter gaat hij de grond in, trekt hij hem los. En dat is hoe je eigenlijk de volledige grond lostrekt voor een goede rijbak. Nou, dan hebben we het hier bij het volgende filmpje. Gaan we zien wat de weidesleep doet. De weidesleep die zorgt ervoor dat eigenlijk het helemaal geheel wordt vlak gemaakt. Normaal gesproken gebruik je eigenlijk een ander soort sleep ervoor. Maar gezien wij net beginnen en eigenlijk niet alles hebben, was dit goed genoeg. Nadat wij het eigenlijk met de trekker eerst een beetje hebben aangereden. Dus dat doe je bandenspoortje voor bandenspoortje en daarna gaat deze eroverheen. Deze wordt uitgeklapt en dan is hij ongeveer, nou, wat zou het zijn, 5 meter. Mijn vriend gaat nu dus voor het laatste keer de bak slepen. Dus ik ben zeer benieuwd hoe het gaat worden. Nou, ik zal je het even laten zien. Hier hebben we natuurlijk de paardjes. En de rijbak is best wel heel erg groot al geworden. Zo, helemaal naar achteren tot het groen natuurlijk. En weer hier langs. Nou,
De bedoeling is op een gegeven moment om op een meter afstand ongeveer van het paaltje, dus laten we zeggen waar het groen stopt, om daar natuurlijk de bordjes neer te zetten met de letters erop om te kunnen rijden. En dan wil ik je even laten zien. Want dit is dus gedaan. Ja, dat is eerst natuurlijk helemaal losgemaakt en daarna vlak gereden. En nou, op een gegeven moment natuurlijk met de weidesleep eroverheen. Nou, waar je naar moet kijken is het niet te hard? Dus zak je er een beetje in weg. Nou, dat doe je. En als jij er overheen gaat, stuift het ook. Want dan weet je eigenlijk wel dat hij goed is. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen waar wij op moesten letten. En natuurlijk gaan we misschien nog wit zand eroverheen doen of wat dan ook. Maar dat moeten we even zien met de tijd. Tot die tijd kunnen we gewoon in ieder geval lekker rijden. Ja, het enige wat we moeten bijhouden is natuurlijk wel dat er soms gras terugkomt. Want dat hebben we hier ook in het midden van de bak. Daar rijden we natuurlijk het minste. Dat er eigenlijk al met een paar dagen weer gras staat. Dus dat is wel vervelend. Dus je moet eigenlijk constant met de sleep eroverheen. Vooral de eerste paar weken. Dus ja, dat gaat mijn vriend zeer zeker nog wel een paar keer doen. Want anders hebben we straks weer een weiland in plaats van een bak. Ja, en dan is het gewoon lekker aan mij om verder te gaan met de paarden eigenlijk. Want het kan. De dagen worden weer wat langer. Het is weer wat beter weer. En dan gaan we weer bezig. Moos is lekker vervelend. Die probeert steeds meer baas te zijn van Diesje. Die duwt er gewoon weg. Ja. En Moos is natuurlijk een Belg. Dus er zit nog best wel een kont op waarmee die kan wegduwen. En ongeacht alles zijn ze natuurlijk wel hele beste vrienden. Want ze krabben elkaar gewoon. Dat wordt nog wat als Moos echt groot wordt. Nou, helaas in deze film, of in deze video eigenlijk, hebben we niet echt heel veel paardennieuws dingetjes. Want ja, de bak is natuurlijk net klaar. En nou ja, het moet nog even opgebouwd worden. Hè? Ja, zie je. Ja. Ja, je hebt nog niet allemaal de energie daarvoor. Nee. Moeten we even opnieuw oppakken. Maar dat geeft niet. Dat komt goed. En natuurlijk gaan we ook met Diesje werken. Hi, Mozi. Oh ja, lekker. Neus in de camera. Zo. Nou. Dus, dat is het uiteindelijk. Dus, groot zat in ieder geval. Nou, nu de belangrijkste dingen gedaan zijn eigenlijk. Natuurlijk met de bak gaan we natuurlijk ook wat opruimen. En ik ga jullie gewoon een beetje meenemen en natuurlijk ook het land verzorgen. Dus ja, we hebben nog best wel wat dingetjes te doen hier. Vooral ook hè, met de fruitbomen die we hier allemaal hebben zo. Dat is natuurlijk hartstikke leuk, maar dan moet je ook opruimen. Dus er komen best wel wat takken vanaf. En nou ja, dat ja, ook takken die weggeblazen worden tussen de stalrand. Dat ga je hier zien. Zo. Zie je allemaal takjes. Ja, en dat moet gewoon opgeruimd worden. Want ja, dat kan je niet laten liggen. Want je struikelt eroverheen en doet. Dus ja. We gaan even bezig. In de hoop. Dat het allemaal goed komt. En dat het allemaal netjes is. Maar goed, we hebben ook nog een hele hoop bomen die gesnoeid moesten worden. Bij de wei. Want op een gegeven moment als er te veel groeit. Dan, ja, dan werkt het niet meer heel erg lekker met het stroom. Het stroomdraad, daar gaat natuurlijk het groen overheen hangen. En dan tapt het daarvan stroom af. Waardoor de paarden dus, tenminste de omheining van de paarden, niet meer lekker functioneert. Want dat is gewoon heel vervelend. Dus ja, daar moeten we even wat aan gaan doen. Maar we zijn al een beetje begonnen. Zoals jullie zien, hè. Heel fijn. Dus daar gaan we gewoon even mee verder. Gaan we gewoon een beetje netjes maken. Dus blijf vooral kijken. Nou, dan gaan we nu voor de laatste tak. Oep. Zo. Nou, ziet het er weer allemaal een beetje beter uit.
Op de hoop met dat ding. Zo. Nou, dan zie je. Het is even wat ruimer geworden. Ons kleine paadje. Ook weer een beetje beter. Ja. Paardjes staan lekker in de wei. Ze zijn een beetje met elkaar te kriebelen. Echt waar. Tijd van hun leven. Ze zijn hartstikke blij dat ze verhuisd zijn. Echt super. Het had eigenlijk niet beter gekund. Nou, zoals jullie weten gaan we vandaag een beetje wat doen aan het land. En mijn vriend die gaat dus zo meteen met een landrol gaat hij over het land heen om te zorgen dat het allemaal heel mooi vlak wordt. En waarom is eigenlijk heel simpel. Er hebben hier heel veel schapen gestaan. Die hebben het helemaal kort gewiekt. En al die tijd hebben er ook heel veel Shetlanders gestaan van de vorige eigenaar. En dus zijn er heel veel hobbels gekomen in het land. En dat gaat hij er nu uitrollen. Nou, ik wil jullie sowieso heel erg bedanken voor het bekijken van de video. Wel moet ik er even bij zeggen, ik zit zelf in de zorg. En ik heb dus hele verschillende tijden, waardoor ik dus geen vaste dag heb om het zeg maar online te kunnen zetten. Of het op tijd te maken. Dat is echt, het ligt er maar net aan wat voor een week ik heb. En zeker met het hele... ziek zijn, eventueel van collega's dat je ze moet opvangen, weet ik echt niet wat mijn rooster doet. Dus daarvoor wil ik sowieso alvast een excuses maken dat het echt niet een vaste dag wordt. Natuurlijk hoop ik dat jullie de video heel erg leuk vonden. Er kwam niet heel veel paard in, maar ja, dit was wel een van de allereerste dagen hier. Dat we echt aan de slag konden, omdat het gewoon heel slecht weer was in het begin. Want we zijn al zeg maar vanaf december hierheen verhuisd. En ja, dat we nu pas in februari wat kunnen doen, dat was gewoon niet anders. En ja, voor de rest kwamen we natuurlijk nog dingetjes tegen dat vervangen moest worden en gedaan. Dus ja, er zit nog een hele hoop werk in waar ik jullie wel in kan meenemen. En dat ik zeker bereid ben om jullie allemaal te laten zien. En vooral met het opgroeien van Moos en... het beleren van Diesje eventueel en gewoon het weer oppakken van Jesri, dat gaan jullie allemaal nog zien in de komende vlogs. En ik ga jullie meenemen met leuke dingen en minder leuke dingen. Dus ik hoop echt dat het ja, een beetje bevalt, de video's. En laat het vooral weten.